Welkom bij de nieuwe aflevering van het Kibbelkabinet, de podcast over het reilen en zeilen in de Wetstraat. We bevinden ons op dit moment in het Vlaams parlement in de aanwezigheid van Raoul Hedebouw, federaal parlementslid voor de P van de A, PTB, Franstalig, Nederlandstalige partij. Ik stel even de rest van het gezelschap, zal ik het dan maar noemen, aan u voor. Wouter Verschelde van Newsmonkey, Pascal Dosse van Villa Politica en Linda de Win ook van Villa Politica. Ikzelf ben Ivan de Vadder en ik heet iedereen welkom. Linda, wat wil je absoluut weten van Raoul Hedebouw? Ik zou willen weten op welke leeftijd u bent aangesloten bij de PvdA. Dus hoe jong was u? Wanneer heeft u een lidkaart gekocht? Ik was 19. 19, dat was eigenlijk in het kader van de studentenstrijd. We hebben in Franstalig België in 94, 96 twee jaar lang grote stakingen gehad van studenten en leerkrachten tegen de economische besparingen. In de tijd was dat Lorette Onkelings die eigenlijk die president was van de Franstalige gemeenschap. En zo ben ik eigenlijk echt in politiek geraakt, officieel. Ik wil zeggen, en heb ik een lidkaart genomen. En waarom de PvdA? Ja, dat is natuurlijk een situatie waar je dan als linkse militant, dat zit er wel een beetje in, hè. Papa en mama zijn ACV-delegees, ja. Dus... Oei, het kon ook de PS. Dat mag gezegd worden. Maar... Dat is Lalinge Kardijn thuis, hè. Dat was bij ons grootvader, ja, was Bompa, was eigenlijk Van Asselt, dat was eigenlijk Kardijn van een bak. Is... ACV of CSC? Dat waren eigenlijk, die komen van Vlaanderen eigenlijk. Hè. Dus mama is van Hasselt, papa van Ruddervoorde. Ja. Dus dat was eigenlijk ACV, maar dus die zijn West-Vlaming. Dus dat was dan ACV. En dus die zijn dan afgekomen naar in Luik, dat was CSC dan. Maar dat staat toch ver van de PvdA? Ja, ja en nee eigenlijk, want dat was eigenlijk al een zeker sociaal verzet. Dus dat waren eigenlijk betogingen, sociale acties. Dat zat er eigenlijk een beetje ingebakken bij ons thuis. En toen zat ik eigenlijk... aan het strijden bij een regering die eigenlijk officieel een linkse regering was. Dat was eigenlijk dus een PS-regering. Dus dat was uitgesloten, de PS. Dus, ja, ik kon toch niet lid worden van de partij van Lorette Onkelings, waarmee ik uiteindelijk aan het staken was. Dus dat ging eigenlijk niet en zo ben ik eigenlijk bij de PvdA terechtgekomen. Ja, Pascal, wat wil jij dan weten van Raoul Hedebouw? Wie was uw politiek voorbeeld in de geschiedenis? In de geschiedenis, ik denk dat zoals veel jonge gasten, ik iemand die wel echt wel onder invloed is geweest van enerzijds iemand zoals Julien Lahaut, dus in Luik bij ons was eigenlijk iemand heel belangrijk, waar we veel over gesproken werd. Dus eigenlijk de leider van de KP eigenlijk, die vermoord is geweest. Mm-hmm. Die nu terug in de belangstelling terug staat. In de belangstelling. Ja. Dus wel een belangrijk aspect geweest. En dan Nelson Mandela, dat was eigenlijk in de zin van ja, Afrika. Bij ons, mama ging vaak naar Afrika met... derde wereldprojecten, met samenwerking. En dat was eigenlijk een belangrijk punt, dat ik heel jong, toen Mandela vrij werd gelaten, zijn echt beelden die mij echt wel gemarkeerd hebben. Ik was toen 12 of 13 of zo. En dus dat waren zo wat, echt wel twee personen die mij veel hebben gemarkeerd eigenlijk. Mijn vraag is eigenlijk of u Vlaming voelt of Waal, moet ik in deze zeggen? Want u spreekt de twee talen eigenlijk... Hè? Ja, dat is eigenlijk een heel goede vraag, vader, want ik moet eigenlijk zeggen dat ik er niet echt op kan antwoorden. In de zin van... In welke taal droomt u? Ja, bijvoorbeeld Nederlands. Dus, ja? ik denk echt, het hoofdaspect is, ik vloek in het Nederlands. Het is miljarden onder Jew. Dat is dat eruit komt. Ik denk wel dat, als je zegt over moedertaal, dus de taal van de moeder, dan is het echt Nederlands. Ja. Tot 2-3 jaar heb ik alleen maar Nederlands gesproken. Ik ben Luik geboren, hè. Dus papa en mama hadden gezegd, we gaan Nederlands thuis spreken. Hij gaat toch wel Frans in het school leren. Dus ik kom daaraan in de kleuterschool op 3 jaar of zo. Ja, en die juffen, ja, die zei van, maar hij verstaat niks gewoon. Zoals als gezegd tegen mijn moeder, oh godstok, dat manneke heeft een beetje vertraging in zijn geheugen en zo, gaat ermee moeten oppassen. En mijn moeder van, ja, oké, we zullen hem maar zo aannemen. En uiteindelijk, ja, ben ik zo de taal beginnen leren kennen. Dus ik denk wel dat mijn moedertaal wel Nederlands is. Zeker als het de taal is waarin je droomt, want dat is voor mij het criterium. Uh-huh. Dat is echt je moedertaal, hè? Ja, dus ik heb ook veel dromen waar er niet gesproken wordt, dat er wel ambiance is. Ja, het is aan de verbeelding van onze luisteraars maar over, maar... Nu nog op mijn leeftijd, ja. Maar goed, als er gesproken wordt, dan... Dan is het een Nederlands, ja. Is het Nederlands, okay. Wouter, wat wil jij van Raoul Hedebouw weten? Ja, ik ken één chemicus die in de politiek beland is, dat is Elie de Rupo. Mm-hmm. Ik ken geen één bioloog. Dat boeide me wel. Waarom, of wat brengt een bioloog bij in de Kamer?
Ja, dus er is wel ook een bioloog geweest, dat was Guimato. Als voorbeeld kan het wel bestrekken. Daar zal ik niks meer rond zeggen. Ja, dat is waar dat we niet veel wetenschappers zijn eigenlijk in het parlement. En veel juristen, veel pol en sok enzovoort. Ja. Ik vind dat veel bijbrengt in de zin van... Een wetenschappelijk beeld op de maatschappij vind ik heel belangrijk. Mm-hmm. Binnen harde wetenschappen, ik heb het woord niet graag, want ik vind dat er veel verscheiden wetenschappen bestaan, maar ik vind wel dat het idee dat je in biologie kunt zeggen van oké, wij gaan een analyse maken van wat dat de oorzaken zijn en wat dat de consequenties zijn en daarmee spelen, wat je minder kunt doen natuurlijk in menselijke wetenschappen, maar vind ik wel heel belangrijk. Ik ben heel verwonderd in hoe dat in menselijke wetenschappen, of in economie bijvoorbeeld, ja, iedereen lapt er gewoon wat uit, ja. En niemand kan dat toch vergelijken. Ik wil zeggen, drie kwart van de proffen waren totaal naast de kwestie op vlak van de economische crisis. En dat is geen debat. Die kunnen gewoon de week erop eraf komen met een andere uitleg. In de biologie gaat dat wat minder gemakkelijk. Je moet wel een beetje een hypothese uitbrengen en er een analyse rondbrengen. Dus ik vind het wel interessant om dat binnen te brengen in wetenschap. Logische vraag is dan toch, ja, in de biologie is Darwin en survival of the fittest is eigenlijk toch wel een beetje zo het voorbeeld. Hoe strookt dat dan in godsnaam met communisme? Ja, maar wacht, een beetje, als we Darwin toch in ere willen brengen, dat we een beetje terugbrengen wat Darwin echt gezegd heeft. Darwin heeft een analyse gemaakt rond verschillende diersoorten. Je hebt bepaalde diersoorten waar de wet van de sterkste op de individu staat, maar je hebt veel soorten waar het samenwerken en veel andere biologen, maar ook psychologen hebben erop gewerkt, dat het samenwerken een positief selectie is geweest in onze geschiedenis. Ik ben echt van overtuigd dat als mens... Dat als... Het is een bioloog. Het zat er al in. Het zit in ons DNA. Ik denk wel effectief dat het feit om te denken, echt van, als we zeggen, een mens, l'homme est un loup pour l'homme, als de mens een wolf is voor de mens, ik weet niet als dat gezegd wordt, maar dus... dan denk ik echt dat niet waar is. En dat ik echt denk dat de maatschappij ons echt individualiseert, de maatschappij ons egoïsme binnenbrengt, maar dat wij als natuurlijk diersoort eerder geneigd zouden moeten zijn om samen te werken. Ja. En dat is de survival of the fittest, namelijk voor de menselijke diersoort, bestaat die in de samenwerking? Dat is voor mij evident, dat als diersoort wij zeker wel iets hebben van dat we als diersoort willen doorleven als diersoort. En daar zitten we in een tegenstelling in een debat binnen de diersoort. Want er zijn bepaalde die zeggen van laat ons gewoon niks doen rond bijvoorbeeld koolstofprobleem, laat ons niks doen rond de problemen rond de opwarming van de aarde en zo. Dat brengt ons diersoort in gevaar. En dat is wel iets natuurlijk heel specifiek aan het menselijk diersoort, is dat debat er kan zijn. Maar dat is nu eenmaal ook het specifiek van de mens. Wat ik fijn vind, wij kunnen goed debatteren, wij zijn meester van ons eigen lot als diersoort, vind ik toch wel echt iets boeiend. Nu moeten we natuurlijk de goede keuzes maken. Is er genoeg biodiversiteit in de Kamer? Ik bedoel, daarmee zijn er genoeg arbeiders in de Kamer? Nee, ik denk echt dat dat een probleem is. Ik heb altijd... Moet dat? Ik denk dat een Kamer... De stelling is eigenlijk, het parlement moet een weerspiegeling van de samenleving zijn, versus wie parlementslid is, moet werken voor de hele samenleving. Kan je niet als, ik zeg maar wat, advocaat of ambtenaar ook niet voor iedereen in de bres springen? Moet je daarom arbeider zijn? Ik denk dat er een evenwicht moet zijn. Ik denk niet dat er een deterministisch evenwicht moet... Is dat evenwichter? Nee, ik denk het echt niet. En in uw partij? Ik denk bij ons op de basis zeker en vast... In de Kamer bedoel ik, hè? In de Kamer, ja. We zitten maar met 8 parlementsleden in het geheel van België. Daar hebben we 3 arbeiders tussen. We moeten nog beter doen, maar ik denk dat het al velen zijn, want het zijn de eerste die binnenkomen. Frédéric Gillot in het Waals parlement, Youssef bijvoorbeeld in het Brussels parlement. Het is echt wel nodig en om terug op te pikken rond het nut ervoor te zijn. Het gaat me niet over een principe in het algemeen dat een parlement het moet zijn. Het gaat toch echt wel een politiek debat. Het is evident dat als pakweg dat de 1/3 van het parlement aan de band zou werken bijvoorbeeld, wat zou kunnen, ik wil zeggen dat in onze maatschappij, dan zou het debat rond het brugpensioen veel moeilijker zijn natuurlijk. Want dan gaat dan uitleggen aan 1/3 van die parlementsleden die daar zelf zitten met hun gebroken rug. Hé, mannen, we moeten hier tot 67 jaar werken. Ja, dan wordt het debat moeilijker. Hier voel ik heel ver met de collega's toch dat het debat toch heel theoretisch is. Het gaat over cijfers, het gaat over macro-economische parameters. Maar het gevoel van wat er echt leeft, is er veel te weinig aanwezig. En maar, dat is ook... Maar moet je dat net als parlementslid niet in de gaten houden, net als regering, die macro-economie? Ik bedoel, ja,
de rugproblemen, met alle respect, de problemen van mensen die op oudere leeftijd moeten gaan werken. Maar moet je het echt aan de lijve ondervinden om dat macro-economische niveau in de gaten te houden? Volgens mij heb je echt de twee nodig. Want natuurlijk is een macro-economisch debat. Hè. Het debat gaat rond... Ja, het gaat niet over het allerindividueelste. Hè. Daar gaat het toch in het parlement, mag ik hopen, niet over. Nee, maar als wij... We gaan toch niet elk stationnetje sluiten omdat het of openen of openhouden, omdat het uw stationnetje is. Nee, maar het probleem is, je moet ook wat zien wat de maatschappelijke tendensen zijn. Ik wil zeggen, wij hebben in onze dokterspraktijk analyses gemaakt van onze patiënten bijvoorbeeld, geneeskunde voor het volk, hè, waar wij dus dokterspraktijken hebben, waar wij gratis geneeskunde geven. Ja, 75% van onze patiënten tussen 55 en 65 jaar hebben chronische aandoeningen op vlak van rug en op vlak van hartproblemen. 75%. Dus je zit niet in individuele gevallen, je zit echt met een sociologische tendens dat in het tweede meest productieve land van Europa te leven, heeft consequenties maatschappelijk gezien op de lichamen. Dat, we hebben een dienstenmaatschappij. Dat betekent dat dus ook de bedienden last van de rug hebben, hè, voor alle duidelijkheid. Zeker en vast. En dus daarom kom zeker en vast ook op voor de bedienden. Je zou eens moeten weten met de wat hoeveel bedienden ook contact nemen. Juist op dat dossier. Het is niet alleen maar de stalen waarbij het gaat. Dus ik denk echt wat een belangrijk punt is. Maar wat is het uiteindelijke doel van uw partij? Is dat nog altijd de revolutie met de arbeider aan de macht? Nee. Of niet? Nee, ik denk dat volgens mij zijn er veel karikaturen geweest. In het verleden is het een groot debat geweest, ook binnen de Partij van de Arbeid. Ik denk niet dat de arbeider aan de macht moet zijn. Ik denk dat gewoon dat... Heet u dan de Partij van de Arbeid? Ja, ik denk dat de arbeid als naar kapitaal toe... Dus ik wil zeggen, de functie van arbeid versus kapitaal, denk ik echt wel dat er een keuze moet gemaakt worden in onze maatschappij, dat we niet langer alles in diensten van het kapitaal kan zetten. En dat is wat er nu gebeurt op macro-economisch vlak. Het gaat hier niet over de kleine productie. Het gaat over elektriciteit, het gaat over bankensector, het gaat over productie van medicijnen. Gans die sectoren zijn in handen van een kleine minderheid. Dat ik de vertegenwoordigers van het kapitaal ga noemen. In de zin van dat zij macht hebben, omdat zij kapitaal hebben. En niet andersom. En dus in die zin denk ik echt wel dat we de maatschappij terug de macht moeten geven aan wie dat de arbeid produceert, aan wie dat de rijkdommen produceert. Dat is de klassieke theorie. U bent daar niet in veranderd. Dat is een marxistische klassieke theorie. Zeker en vast. We zijn zeker nog marxistisch. Dus u pleit nog altijd voor de revolutie. Nee, maar waarom? Het gaat over welke type revolutie. Ik denk echt wel dat er een politieke revolutie nodig is in Vlaanderen, in België en in Europa. In de zin van dat we echt wel die machtswissel tussen kapitaal die zo een invloed heeft rond dossier Electrabel, rond dossier de banken, dat moeten we gaan wegnemen. Dat denk ik, en dat moeten we teruggeven aan het volk. Ja. Ik denk echt dat maar mag dat eens concreet? Dus zegt u van Electrabel, Jandis, allemaal nationaliseren, KBC, BNP Paribas nationaliseren? Ik stel gewoon vast dat dat al deels gebeurd is. Het probleem is dat ze nog altijd de macht hebben. Ja, ze hebben het geld gekregen, maar nog niet de macht. Hè. Dus, dat is juist het probleem met zo'n dossier. Nee, maar bijvoorbeeld Electrabel terug in Belgische handen en zelf uitbaten. Ik heb liever het woord socialiseren, want ik wil niet terug naar een ouder bureaucratische RTT-achtig gedoe rond Electrabel. Dat ons duidelijk zijn, we hebben een participatieve democratie nodig. Maar ik vind het niet juist dat één persoon, zoals meneer Mestralet, die beslist gewoon rond het feit dat wij elektriciteit gaan hebben, ja of nee, in december. Okay. Eén man gewoon, dat kan toch niet meer zo doorgaan. Mag ik u dan utopist noemen? Ja, ik denk dat alle grote sociale voorvenheden begonnen zijn met een utopie. Want de vraag die daaruit volgt, utopie inderdaad, waar is dit ooit gerealiseerd in een goed functionerend model? Ja, ik denk effectief dat wij er nog niet toe geraakt zijn. Ik denk dat... Nergens tot nu toe nooit. Nee, ik denk dat effectief zeker niet in ons westerse probleem, want wij zijn... Ergens anders wel? Nee, ik denk effectief... Nee, als wij soms bijvoorbeeld landen zoals Cuba of zo, dan willen wij effectief helemaal geen copy-paste gaan doen hier in België. Dat zijn derde wereldlanden. Dat zijn landen die in oorlog zijn met Amerika enzovoort. Dat is helemaal niet ons model. Dus ik denk dat wij zelf ons model moeten uitvinden. Ik denk dat wij dat te veel in het verleden gedaan hebben van copy-paste te willen doen. En dat is een grote verandering met Peter Mertens in 2008. Dus zeggen van, laat ons nu creatief nadenken. Wat moeten we nu doen in Vlaanderen? En dat is niet gemakkelijk meer. Ik had er duidelijk over zeggen, dat is niet gemakkelijk. Maar we moeten wel uit het paradigma gaat stappen. Oké, maar neemt u dan afstand, want u weet dat ik die vraag moet stellen, van de regimes in Noord-Korea, Cuba en... Maar ik heb het al 10 keer gezegd, want ja, tuurlijk is dat helemaal ons model niet. Tuurlijk is dat dynastisch... Tussen ons model niet en afstand nemen Ik heb duidelijk afstand genomen van Noord-Korea. Duidelijk, dat militaristisch regime, dat is ons model zeker niet. Maar jullie gaan toch nog altijd naar die congressen en zo, internationale... Maar wij gaan niet naar die congressen. Congres, ben je terug uit het congres in Parijs.
Ja. Dat was een congres effectief met Verenigd Links, met de GUE. Dus wie zit daar dan? De voorzitter van het Grieks parlement, Zoe, die ons daar komt uitleggen. En ik hoop dat ik ga ze kunnen uitnodigen in het federaal parlement. We zijn haar komst aan het voorbereiden eind juni. Dat is concreet samenwerking met wat er gebeurt nu in Europa. Als een zusterpartij, hè? In Griekenland. Ja, dus ik denk dat we moeten een beetje stoppen. Syriza voor alle duidelijkheid. Ja, maar dus zij is afkomstig van Syriza. Dus ik denk dat er veel diversiteit is in links. We moeten stoppen met te denken dat we gewoon kunnen copy-pasten. Wat er nu in Griekenland gebeurt, is keibelangrijk voor gans onze democratie. Het gaat niet alleen maar rond radicaal links. Het gaat over, gaat ons Europees model nog kunnen standhouden? Ja. Dat is het debat dat er nu in Griekenland dat gebeuren is. Bent u nu eigenlijk een socialist of een communist? Ja, ik denk dat we nog de laatste echte socialisten zijn. Ik heb altijd gezegd, we komen aan met het concept van socialisme 2.0. Want als je kunt de genese kijken van wat socialisme over heeft. Het gaat over herverdeling van de rijkdom. Het gaat over een maatschappij waar onze kennis, onze wetenschappelijke kennis, onze democratische kennis ten dienste staat van de meerderheid. Ik zeg, wij zeggen, dat dat vandaag in Vlaanderen en in België niet het geval is. Dat een minderheid, kapitaalhouders, beslissen van wat wij morgen, overmorgen, over een week, zullen kunnen genieten van rijkdom, zullen kunnen genieten van democratische breedheid. Dat vind ik echt wel een probleem. En dus dat debat dat onze voorouders gebracht hebben 100 jaar geleden in België, moet nu terug, volgens mij, in het parlement en op straat. Maar ik heb de indruk dat u het woord communist niet meer durft gebruiken. Ja, want er zijn ook veel dingen gebeurd onder de mond van communisme, dat voor mij geen communisme. Effectief een moeilijk debat. Als men teruggaat rond wat Marx zelf zei in het manifest zelf, dan gaat het over de definitie dat ik zeg van, laat ons dit rijkdom teruggeven aan de globale deel van de bevolking. En dat wil ik toch wel zo zeggen, vroeger waren dat de arbeidersklasse, zoals men zei. Er is een verbreding van de arbeidersklasse. Veel mensen die in bureaus werken enzovoort, enzovoort, produceren natuurlijk ook rijkdom. Laat ons geen karikatuur maken. We hebben misschien te veel karikatuur zelf gemaakt in het verleden. Ik heb meer een globale visie rond de brede werkende klasse. En dat is 90% van de bevolking. Okay. Dus redeneer ik, een bedrijf zoals De Lijn of De Spoorwegen, dat beantwoordt aan wat u wil. Want dat is in handen van, ja, laten we maar zeggen, de mensen via de overheid, via onze democratie. Dus dat zijn de ideale bedrijven. Dus in elk geval is het al meer een bedrijf. Ik zie echt het verschil. Ik was nog gisteren in Maastricht even gaan winkelen. Ik zie echt het verschil met openbaar vervoer dat gegarandeerd wordt door Veolia en al die multinationals. Dus ik vind het echt positief dat we nog in Vlaanderen onze eigen overheidsdienst hebben die nog vandaag een openbare dienst die niet alleen in functie staat van wat is de rentabiliteit van deze bus. Ook dat functioneert dan niet goed. Ja, dus vind ik effectief dat er een groot probleem is bij die overheidsbedrijven van inspraak. Dat vind ik echt wel dat er een groot probleem is. Alle partijen zitten er toch in? Ik bedoel, als ze in de regering zitten? Maar dat is juist het probleem, vind ik, een beetje van die particratie in België. Ik vind het echt een probleem dat... Wat vraagt men vandaag aan de burger? Stemt 1 keer om de 2 of 3 jaar. Soms er nog een crisisje en dan kun je om de 2 jaar stemmen. En voor de rest gaan we door, doen we het zelf allemaal in eigen handen, de politici aan onze kant. Dus we moeten een ander soort van systeem krijgen. Ik denk dat op vlak van democratie, denk ik echt wel dat we een veel meer participatieve democratie moeten ontwikkelen. Ik denk dat gemeentes daar een heel eerste rol in kunnen spelen. Want voor alle duidelijkheid, de spoorwegen, daar is veel kritiek op, maar daar wordt nu aangekondigd dat we elke zaterdag een staking zullen krijgen. Dat is de wil van een deel van de werknemers. Dat is uw ideaal bedrijf? Nee. Mijn ideaal bedrijf is een ideaal bedrijf dat juist de goede publieke verlening geeft aan de mensen die het nodig hebben. Dus niet staakt. En dus mijn probleem om terug te komen met... Ja, het probleem zijn voor mij niet de staken. Ja. Voor mij zijn het probleem dat al die treinen die in Gent-Brugge afgeschaft zijn tussen 5 en 7 uur 's morgens, dat is het probleem. En dan heb je een debat in de maatschappij van wat kunnen wij, burgers, doen om de regering ertoe dwingen om die treinen toch te doen rijden. En dan heb je daar een vakbondscomponent in, van de sporen of interprofessioneel, of een burgercomponent. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook een burgercomponent in tussenkomt van te zeggen van wij hebben niet gestemd voordat die treinen afgeschakt worden. Maar ik kan me voorstellen dat de burgercomponent ook wel eens problemen zou kunnen hebben met de vakbondscomponent. Ja. Bijvoorbeeld bij de stakingen bij het openbaar vervoer. En dat die twee het ook niet eens zouden zijn. Wat kiest de PvdA dan op dat moment? Ja, voor ons is het toch wel evident dat wij het vakbondcomponent op interprofessioneel vlak... Dus ik denk dat soms... We zitten bij de staking van de spoorwegen. U zegt, we doen een burgercomponent en we doen een vakbondscomponent. De ene zegt staken, de andere zegt van... Ja, toch niet weer opnieuw de reiziger de dupe. Wie kiest u dan? Nee, ik kies duidelijk wel voor het sociaal verzet van de vakbonden, omdat zij er ook toe geleid hebben dat wij vandaag niet in een situatie zitten zoals in Groot-Brittannië.
Daar gaat het over. En ik denk dat mensen maar, zo... Mag ik eens vragen, waarom houden dan de vakbonden en jullie ook voor een deel zo vast aan die klassieke manier van protest? Je zou eigenlijk kunnen zeggen, oké, we doen elke zaterdag een betaalstaking. En iedereen rijdt gratis met een NMBS. Dat vind ik een goed idee. Ja, prachtig, maar oké, ik heb dat niet als enige uitgevonden hier nu. Hè. Dat is dat soort ideeën circuleren. Het probleem is alleen, heel de basis van sympathie of van het gevoel van die vakbonden staan aan mijn kant als reiziger, die is volgens mij helemaal weggeërodeerd. Mensen zijn kwaad over het feit dat ze gewoon de trein niet meer kunnen nemen om de zoveel weken. Maar ik heb twee aspecten eraan. Ten eerste, ik ben de vakbond niet. Dus je moet ze echt uitnodigen. Nee, maar goed. Je zei daar net vakbondcomponent, burgercomponent. Maar ten tweede vind ik dat wel een uitstekend idee. Het probleem dat altijd naar voren geschoven wordt, ik vind dat wel een juist idee. Dus de verzekeringen spelen niet meer mee als mensen gratis een bus nemen of gratis een trein nemen. Dat is dus het juridisch probleem. Ik heb met de buschauffeurs gediscussieerd ook, 2-3 maanden geleden. Zij zeggen, wij willen zo'n staking, zo'n betaalstaking organiseren. Maar dat is het probleem, dat alle mensen die in een bus zitten, niet meer verzekerd zijn. Als er dan een accident gebeurt, wie betaalt er dan? En ik vind dat wel echt wel een probleem. Maar ik vind, we zouden dat wel politieker moeten inbrengen. Want ik denk dat er veel vragende partijen zijn. Op NMBS is hetzelfde. Laat iedereen dan 1 cent betalen. Dan heeft hij betaald en is hij verzekerd. Ja, maar dat is dus het probleem. Ik vind het echt wel juist. Maar volgens mij zijn de vakbonden daarop aan het nadenken. Dan heb je het tweede probleem, wat nu de regering aan het doen is, is van het individualiseren van het stakingrecht. Is te zeggen van, wie wordt er dan vervolgd, is de treinbegeleider individueel die dat ticket verkocht heeft, die dat eigenlijk niet mocht verkopen, omdat het tarief van 1 euro niet bestaat. Dus zit je eigenlijk met een... Ik ben echt wel akkoord dat debat geopend wordt. De discussie van minimumdienstverlening komt er sowieso aan. Het staat in het regeerakkoord. Maar als ik dat goed lees, bijvoorbeeld het verzekeren van de minimumdienstverlening bij NMBS gaat over, als ik me niet vergis, 20.000 of 14.000 personeelsleden die worden opgevorderd van de 20.000 die het eigenlijk doen. Dus ja, de facto kan je dat niet meer staken bij NMBS. Ja, dat is dus het probleem. En daar moeten we vechten voor een maximumdienstverlening. Daar gaat het over. Echt waar. Daar is het debat. Welk spoor willen we voor de 21ste eeuw? Daar gaat het over. En je moet ook een beetje realistisch zijn. Ik bedoel, we moeten besparen. Er is geen geld. De NMBS is niet efficiënt. Dus de manier waarop het nu gebeurt, er moet toch iets veranderen daar? Ja, maar ik denk, dat zitten we natuurlijk met het debat van er is geen geld. Ik zeg, er is wel geld. Hè. Daar gaat het, er is veel geld in België. Hè. We zijn een van de rijkste landen in de wereld. 12.000 nieuwe multimiljonairs per jaar komen erbij in België. Maar kun je toch niet aan die multimiljonairs zeggen van, oké, geef jullie geld, maar zo simpel is het toch allemaal. Ik stel voor om het te doen, ja. Ik zal horen een paar treinen meer. Kunt u er even voor betalen? Hij gaat een trein niet gebruiken, maar daar gaat het juist. Gebruikt u de trein, de zaakjes? Ik gebruik elke week de trein, ja. Elke dag? Pascal? Elke dag, ja. Het is omdat ik in Luik zelf natuurlijk minder trein gebruik, maar ik gebruik graag een trein zelfs. Okay. En tweede klasse. U blijft een utopist als u denkt dat hele rijke mensen uw trein gaan betalen, denk ik dan. Ja, maar eerst ga ik hun lief vragen. Als ze het willen doen, een percentje vragen we. Als ze niet akkoord zijn, een percentje op hun fortuin, als ze niet akkoord zijn, moeten wij een maatregel nemen met de regering. Ja, ze komen wel onze eigen zakken halen. Mm. Daar hebben ze ook nog niet gevraagd. Hè. Indexsprong, er heeft ons niemand gevraagd. Vind je dat fijn dat er een indexsprong is? Ik zou zeggen, het tegenovergestelde. Die vier partijen die er nu zitten in de regering, geen één van hen had in hun programma tot 67 jaar werken. 3 hadden helemaal geen indexsprong in hun programma. En toch doen ze het. Mm. Okay. Dus... Iets totaal anders eigenlijk. U komt binnen in het parlement en u komt daar tegen uw vrienden, ik bedoel het een klein beetje cynisch, van de N-VA. Heeft u daar een goede band mee? Want die zijn toch eigenlijk les extreemse touche, totaal anders? Nou, ik heb respect voor iedereen die in het parlement is. Buiten het Vlaams Belang geef ik tegen iedereen, ik wil zeggen, een handje. En ik kom veel interessante mensen, er zijn veel interessante mensen. U geeft mensen van het Vlaams Belang geen hand? Nee, ik vind dat is voor mij een beetje te veel. Ik wil zeggen, mensen die echt consequent verdelen en heersen, het racisme voeden in de samenleving, is voor mij echt erover. Zijn er mensen die u geen hand geven, omdat u ook behoort tot een partij die sommigen extreem, maar dan aan het andere spectrum, aan het andere einde van het spectrum moet? Dat iedereen dag zegt. Iedereen is hoffelijk. Dat wil niet zeggen dat iedereen akkoord is met de PvdA. Laat ons duidelijk zeggen. Maar iedereen geeft u een hand. Ja, ik denk dat iedereen wel ziet in het parlement dat wij veel bijbrengen op democratisch vlak. Ik denk dat we werken, maar we zitten maar met 2. Dus het is ook niet dat we alle dossiers in handen kunnen nemen. En hoe is de sfeer in de koffiekamer en in de wandelgangen met de andere partijen? Wordt daar mee gediscussieerd? Premier Michel zegt vaak dat de PTB, PvdA een toon geeft op vlak van de oppositie. Ik denk dat er wel een beetje gekeken wordt van ze zitten daar maar met 2, maar ze brengen wel
een nieuwe luchtje binnen. Ik denk dat in die zin dat wel binnengebracht wordt. Dat is een beetje te positief voor jezelf. Ja, dat vind ik ook. Dat vinden we allemaal eigenlijk. Maar wat mij wel opvalt, is dat jullie sympathieker gepercipieerd worden dan vroeger. Allee, er zaten natuurlijk geen communisten in. Maar Peter Mertens, uw Vlaamse tegenhanger, ik kan een kleine opiniepeiling doen bij de Vlaming. Ik denk niet dat hij echt als sympathiek wordt geboekstaafd. Oh. Maar voor u geldt dat wel. U heeft zoiets teddybeerachtig over u. Teddybeer? Ja. Dat is wel een eerstejaars ik weet het niet. Allee, en dat is ook een beetje het gevaar, vind ik, van PvdA op dit moment. Als het gaat bijvoorbeeld het dossier van de NMBS, oké, jullie hebben jullie of over langer werken. Je doet wel je ding, maar de oppositie hakt er niet echt in. Kijk naar Groen, daar in een aantal heel concrete dossiers, Electrabel nu met name, daar doen ze de regering pijn. Jullie doen ze geen pijn, jullie doen ze eigenlijk een cadeau, want je duwt de PS nog wel naar links. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, ten eerste als we ons parlementaire werk bekijken, ja, we zitten maar met twee. Het is heel nieuw voor ons, dus we zijn daar heel nederig over. Ik wil zeggen, ja, we moeten veel bijleren. Dus we zitten natuurlijk nog niet even sterk als partijen die daar met fracties van 10 of 12 zitten. Ik denk dat we op fiscaliteit veel bijbrengen. Dat wij werken rond het sociaal verzet, dus pensioenen. Komen vaak, wie komt er met scoops, wie komt er met analyse van pensioen? Dus wij hebben onze verschillende dossiers moeten kiezen. Ik denk, elk nieuwe partij moet toch wel kiezen. Noem eens het dossier. Oké, het is toch minder dan een jaar waar u gezegd hebt van daar hebben we de regering bij gedaan. Ja, ik denk zeker en vast. De enigste dossier waarop de regering een stap naar achter heeft gedaan is de kwestie van brugpensioenen, hè, meneer de Vader. Duizenden personen gingen geen recht hebben op brugpensioen. De werkers van Ford, de werkers van Volvo, de werkers van ArcelorMittal. Wij hebben daar 4 maanden op gewerkt. Meneer Peters heeft de stap naar achter moeten doen. Door jullie? Komt niet van... door uw parlementair werk of door het buitenparlementair werk van de vakbonden? De lijn Kardijn, denk ik. Of misschien hetzelfde, maar voor de rest... Maar dat is het juist. Dat is, wat ik denk dat iedereen wel merkt, is dat de samenwerking, de symbiose dat er bestaat tussen twee parlementsleden van de PvdA en het sociaal verzet... Maar daarnet zei u van, wij zijn de vakbond niet, hè? Dus nu mag u ook niet roepen op... Nee, ik denk, vakbond is vakbond, politieke partij zijn politieke partij. Zo functioneert dat hier in België. Dat er een symbiose kan zijn tussen de twee, is toch evident? Ik ben geen bioloog, maar symbiose betekent volgens mij toch... Samen? Dus ja, samen, helemaal één model, één samenlevingsovernemingsvorm. Symbiose, terug het biologisch even bijwerken. Symbiose, twee aparte diersoorten of plantensoorten die zich samen dingen bijbrengen. Hè? Koolstof bijvoorbeeld en natriumstof. Bon, dat is dan de biologie. Dus op pak van politiek. Of het vogeltje op, bij de nijlpaarden die de insecten eruit halen. Nee, dat is dan niet. Bent u dan het vogeltje? Nee, en de vakbond de nijlpaarden? Dat is niet het probleem. Het vogeltje brengt bij de nijlpaard. En de nijlpaard brengt bij. Ik weet niet wat een nijlpaard is. Wij zullen dan het roodbochtje zijn, meneer de Vader. En met een goede rode kleur. Maar we zullen dat zeker bijbrengen. Maar symbiose vind ik echt wel belangrijk, want het is juist dat die twee parlementsleden van het PvdA zoveel plek in kunnen nemen als er ging. En dat is de enigste maatregelen. Er was al een koninkbesluit doorgepakt 30 december. Er is één dossier waar de regering een stap naar achter moet doen, was dat dossier. Uh-huh. Dus ik vind, het is ten tweede, taxshift. 6 jaar geleden zaten wij alleen... Helemaal alleen met ons miljonairtax. Dat is toch waar, hè? Weet het nog? Hè? We deden onze acties op straat. We zaten De PS zegt dat ze al jaren in haar programma een rijke tax heeft opgenomen en nooit heeft kunnen realiseren. In die zin is ze even utopistisch als u. Nee, ten eerste had ze al 25 jaar in haar programma, dus had ze het kunnen toepassen. Hè? Dus zoals ik zie nu aan het wet voorstellen, maar ja, ze had het even 25 jaar kunnen eigenlijk binnenbrengen. Dus laat ons dat in één punt stellen. Maar ten tweede, wij hebben het debat wel maatschappelijk gebracht. We hebben het nog nu met een boek, met maar succes, met ons laatste boek. Nee, niet alleen. Ik hoor een beetje te veel van, wij hebben dat gedaan, wij hebben dat gedaan. Ik denk... Nee, er is een vraag gesteld tegenover het parlement. Ik ben echt akkoord dat we veel samenwerken met heel veel verschillende componenten in Vlaanderen, in België en in Europa. Dus zeker niet dat het PvdA het alleen doet. Het gaat hier op politiek vlak. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen wel akkoord moet zijn dat alle partijen in het parlement de laatste 7 jaar voor 25 mei is er nooit één discussie geweest rond een vermogensbelasting. Nooit. Okay. Laten we misschien iets heel verrassends naar voren schuiven. Toch thema's die we misschien minder... na aan het hart liggen. Linda, je hebt een fragment uitgekozen. Leg eens even uit waar we naartoe gaan. Dat we de context toch even mee hebben. We gaan naar Antwerpen, naar de Vondelingenschijf. Omdat daar deze week iemand een pasgeboren baby in die Vondelingenschijf heeft gelegd. En we gaan eens horen wat de schepen en de OCMW-voorzitter daarover zegt.
Van zondag is het kindje te vondeling gelegd in de vondelingenschuif bij Moeders voor Moeders. Ze was in perfecte gezondheid en ze heeft blanke trekken, of zoals men dat officieel noemt, Caucasische trekken. Ja. Hoe oud was ze? Ze was op dat moment minder dan een dag oud en ze is zeker niet onder medische begeleiding bevallen. Dat hebben we kunnen vaststellen aan de manier waarop de navelstreng is afgeknipt en verbonden eigenlijk. Ja. In een land met zoveel sociale voorzieningen kan zoiets gebeuren. Wat vinden jullie daarvan? Want het is al het 8e kindje sinds het bestaan van die schuif. Weg met de vondelingenschuif of goed dat het er is? Ik denk dat het goed dat er is. Toch? Ik denk dat, ja? Denk je weet dat... van wie het idee komt? Zeg het eens. Vroeger? Van de kerk of wat? Nee. Nee, van Alexandra Kolen, van het Vlaams Belang. Dat is allemaal. Ik denk dat op zich is dat niet het slecht idee. Ik denk het feit dat mensen in zo'n armoede zijn en dat mensen zo... op het einde van hun weet zijn van wat ze kunnen doen. Ja, wat gaan we doen? Mensen gewoon op straat laten. Ik denk dat het zo niet meer kan gaan. Ik denk dat in ons sociaal weefsel in België dat we daar wel op moeten kunnen antwoorden. Ik vind het geen ideale oplossing. Iedereen zou willen dat het gewoon niet meer zou gebeuren. Maar ik denk wel dat dat beter is dan ja, ergens in een bos of wie weet wat meer. Wat zoals het in andere landen gebeurt. Dat we een beetje pragmatisch nadenken. Het probleem zit er vooral voor mij in dat er wel een criminalisering is voor het moment in Europa naar ouders die het niet meer aan kunnen. En dat vind ik wel echt wel erg, dat die een druk van ik kan het niet meer, help mij, ik ben een slachtoffer, ik kan het niet meer aan in deze maatschappij. Dat is wat er nu aan het gebeuren is. En wat ik bang ben, is dat de consequentie van die politiek ertoe brengt dat er meer en meer mensen naar zo'n hopeloze situaties gaan geraken. Dat is volgens mij echt wel het probleem. Laten we eens wat meer een solidariteit uitbouwen in onze maatschappij, ook onder de burgers. En daar denk ik wel dat er een debat nodig is vandaag. Linda, tevreden met het antwoord? Niet helemaal, omdat die vondelingenschuif bestond ook in de middeleeuwen en zo. Hè. Dus wij grijpen terug naar een middeleeuwse praktijk. Hoe zouden jullie dat oplossen? Jullie zijn aan de macht, hoe zouden dat... Nee, maar ik denk dat het belangrijkste is vooral dat het sociaal weefsel vandaag in België, in Europa, denk ik, het probleem dat het egoïsme, het individualiseren van de maatschappij, ertoe brengt dat iedereen zijn eigen probleem moet oplossen. Ik denk dat normaal gezien zo'n situatie zouden moeten kunnen opgelost geraken door het sociaal contact. Is niet meer het geval. Waarom? Omdat onze maatschappij door de competitie, want daar gaat het over, competitie is nu echt het woord, het hoofdwoord in onze maatschappij. Competitie op de werkvloer, competitie op school, competitie onder ouderschap. En dat is eigenlijk wel heel erg. Daar denk ik echt wel dat wij als politici, maar zeker ook maatschappelijke organisaties, door moeten toe leiden dat we meer solidaire gemeenschap hebben. Oké, maar hoe staat PvdA bijvoorbeeld nog een ethisch thema, euthanasie? Ja. Wat denkt PvdA over euthanasie? Ik zou het niet weten. Nochtans heeft Genees voor het Volk daar regelmatig wel al studies over gedaan. Wij zijn er natuurlijk voor het recht om euthanasie natuurlijk. Ik denk dat dat wel een belangrijk recht... In alle omstandigheden? Ja, ik denk natuurlijk, euthanasie wordt evidently gecoördineerd met het medisch personeel natuurlijk. Daar moet, en de familie, dat is geen gemakkelijke beslissing. Ik heb het verleden jaar nog meegemaakt met een kameraad van mij in Serrain. Het is een heel moeilijke kwestie. Maar ik vind ook dat de keuze ook bij de patiënt moet liggen. In samenwerking met het medisch personeel. Je weet, het medisch personeel, dat is niet dat dat een simpele beslissing is. Een bepaalde politici... tekenen een beetje af zoals, ah, het is gemakkelijk, het is allemaal om ervan af te zijn. Zo stelt het zich niet. Het is heel veel afzien in die situatie. En ik vind dat we hier in België nog een stap vooruit moeten doen om dat beter te begrijpen en de families en de patiënt meer centraal te stellen. Ja, we doen het toch al goed, hè? Minderjarige kinderen kunnen euthanasie vragen als ik... Ik vind dat België voor het moment tegenover zeker andere landen, ik zit er echt veel mee in, dat er in andere landen, in het zuiden en het oosten van Europa, dat we daar naar achter gaan erover. Ik denk dat België het niet slecht doet. Ik denk nu meer dat er ook meer middelen moeten zijn. Ik denk op palliatief dat er ook veel middelen moeten zijn om het ook materieel gemakkelijker te maken. En daar zitten we dan met weer een budgetair probleem. Dat we nu, en zeker de N-VA, juist in die sociale zekerheid, in die middelen, wilt gaan snijden waar de mensen het meer nood voor hebben in het einde van hun leven. Dat is juist het probleem dat we nu hebben. Is dat de grote vijand, de N-VA? Ja, het is evident dat in de regering dat het N-VA is waar we het minst mee kunnen opschieten. Het zijn zo, zij die ook duidelijk zijn om een Thatcheriaanse maatschappij uit te bouwen. Het zijn ze ook die duidelijk zeggen van wij willen echt een shock, een ideologische schok hebben waar we het middenveld aan de kant schuiven en waar we eigenlijk echt de wet van de sterkste
toepassen in onze eigen maatschappij. Okay. Dat vind ik niet fijn. Wouter, had jij nog een opmerking over oppositie voeren? Ja, ik blijf op mijn punt terugkomen. Hè. Ik vind dat de hele analyse die jullie maken... Oké, dat komt historisch vanuit wat Marx ooit gezegd heeft, maar... kijk eens naar hoe die regering geboren is. Eigenlijk is dat een generatieregering, in de zin dat die zegt, wij moeten het land terug op orde zetten, want we willen de toekomst garanderen voor die generatie die komt, en dus overheidsfinanciering, de sanering daarvan doen, sociale zekerheid. Ik hoor geen een van die partijen zeggen, we schaffen dat af, of we gaan naar een Thatcher-systeem. Maar het gaat altijd over, het is niet houdbaar, het is niet betaalbaar. En dat vind ik, als je oppositie voert, hoor ik daar niet echt een alternatief. Oké, NMBS nationaliseren, maar waar... Nee, maar daarom gaat het juist over die taxgift. Ik vind dat kei belangrijk. En ik denk ook daar ben je wat optimistisch in, denk ik. Want je bent nu al het aan het verkopen. Het is een overwinning voor ons, want we gaan vermogensbelasten. Ik vrees, Raoul, als ik kijk naar wat ik allemaal lees en hoor over het taxgift, dat je niet te veel verwachtingen mag koesteren over vermogens die aangesproken worden. Dat moet duidelijk zijn. Ik maak me niet te veel illusies dat er vermogensbelasting gaat doorgebracht worden. En ik wil de verantwoordelijkheid van het CD&V ook oprapen van, kies dan uiteindelijk. Hè? Want het CD&V is altijd een beetje warm, een beetje koud, een beetje warm, een beetje koud. Ze weten niet meer goed. CD&V moet duidelijk kiezen. Willen ze een asociale regering tot het einde doorbrengen? Of willen ze ook een beetje een stop zetten met die besparingspolitiek? Maar er zijn oplossingen. Ik zeg het echt, die miljonairtax van de Partij van de Arbeid. We gaan voor ons eerste jaar in het parlement symbolisch ons wetsvoorstel binnenbrengen. Daar hebben we echt op gewerkt, op dat wetsvoorstel. Echte utopisten, hè? Ja. Geloof ik. Het is echt toch nodig in politiek? Als we niet meer geloven. Het is mooi. Het is ook nu niet denigrerend of schamper, de opmerking. Maar het valt mij op, met twee parlementsleden is het als het ware inbeuken. Ja, tegen niet alleen de meerderheid, maar zelfs een stuk van de oppositie ook nog. Dus ja... Laat de rijken de crisis betalen. Pascal, nog een opmerking. Ja, de regering Michel die zit u diep, denk ik. Hè. Wat vond u dan van de regering Di Rupo? Ja... Van uw vrienden eigenlijk. Nog erger. Nee, ik denk echt... Ik denk dat de regering Michel wel vlugger gaat en dat er wel een zeer kwalitatieve stap is. Ik wil ze niet op alle twee op de... Ze is beter dan de vorige? Nee, ze is rechtser. Nee, ze is asocialer, laat ons duidelijk stellen. Maar het is een feit dat veel maatregelen die vandaag toegepast worden door de regering Michel al ofwel beslist zijn geweest of de essentie in de regering Di Rupo. Dus u geeft eigenlijk CD&V gelijk. Die zegt van, er is weinig verschil tussen de twee. Ja. Het eerste verschil is dat de CD&V er als conclusie trekt dat hij het goed doet. En ik trek de conclusie van dat ze het niet goed hebben gedaan. En nu en ervoor. Dat is het verschil. Maar op zich is het natuurlijk, en het is een zekere zwakheid van bepaalde linkse partijen, als zij geen mea culpa doen van de verschillende maatregelen dat ze gestemd hebben, pak nu de notionele interestaftrek. Hè. Daar hebben wij veel op gewerkt buiten het parlement. Toen zaten we er nog niet binnen. We zijn een van de eerste met Marco Vanees om dat ook op politieke agenda te zetten. We zijn daar tegen. Dus dat is een beetje het systeem dat doet dat er miljarden niet betaald worden, vooral door multinationals. Ja, het is natuurlijk wel een beetje moeilijker om vandaag Michel te gaan kritiseren. Kritiseren daarover als je als linkse partij diezelfde nationale interesse gestemd hebt 3 of 4 jaar geleden. Dus in die zin zijn wij consequent links. En het is daar ook, dat is een reden volgens mij ook waarom dat wij in de peilingen en dat we naar omhoog gaan, ook omdat we meer en meer feedback kregen van op het terrein, omdat er een nood is om terug een duidelijke linkse stem die niet meegaat in de liberale fanfare. Ik denk echt wel dat dat in België nodig is, dat dat consensusgevoel in België, dat het debat echt in een klein hokje houdt en dat is niet goed voor onze democratie. Er is terug nood aan een duidelijke taal, linkse taal, vooral mij beschrijft, maar ik heb geen probleem om debat te hebben met een N-VA. Zij komen dan met rechtse taal af. We moeten stil aan afronden, maar Wouter, jij wil hier nog... Ik wil nog één ding inpikken. Strijd bij SPA tussen twee kandidaten. Je hoort eigenlijk zeggen, John Crombie is veel linkser dan Bruno Tabak en gaat de partij ook naar links brengen. Geloof jij dat? Denk je dat je met SPA onder John Crombie een nieuwe linkse concurrent krijgt? Ja, ik heb al regelmatig debatten gehad met John. En in elk geval, wat zeker is, is dat... Jullie mogen elkaar tutoyeren. Ja, zeker. Okay. Ja. Nee, ik vraag het maar. ik denk dus dat... in elk geval, John Crombie... Ik hoop dat hij gaat winnen. Ik zal het wel duidelijk stellen. Ik vind dat dat wel wat bij gaat brengen, denk ik wel, een Vlaams links milieu. Ik denk je weet toch, alles wat je nu zegt, gaat misschien een effect hebben op de achterban. Ja. Zegt, ja, maar de communisten moeten ons niet komen zeggen... Sorry, John.
Maar je vindt hem dus links. Ja, ik vind dat hij zit meer met een gevoel, buikgevoel op terrein te werken. Meer syndicaal. Ja, hij komt bij bepaalde gevoeligheden, dat wij ook bij de PvdA aanvoelen. En ik denk ook dat een deel van de basis van een SPA ook door de hete adem van de PvdA, die in Antwerpen daar 9% is gaan halen en zo, dat er wel een voeling is binnen een zekere basis van SPA van er is een nood aan wat terug een linkse taal. En dat kan ik als linkse gast natuurlijk maar goed vinden. Dus zou John eventueel een zwaar concurrent kunnen zijn voor uw partij? Maar ik vind, we moeten stoppen met in concurrentie nadenken. Wat ons vertelt is dat het sociaal verzet op het terrein terug opwakkert. We hebben heel lang een SPA gehad die zei tegen de sociale bewegingen van je kunt toch niks doen, het dient voor niks, we moeten realistisch zijn. Als er nu iemand zou komen aan het hoofd van een SPA die zegt van laat ons een beetje terug, een beetje utopie hebben, just. Een beetje nadenken van buiten het paradigma. Ja. En de mensen die voor uw partij stemmen, die dan terug naar de SPA gaan, dan... En wel, ik dacht dat ook na 25 mei dat de mensen wat terug naar SPA of naar de PS zouden gaan. En ik stel vast... Ik bedoel nu met John misschien. Ja, met 25 mei. Hè, dus, maar ook met de PS die in de oppositie zou zijn. Natuurlijk. En ik zie dat dat niet het geval is. En een van de redenen is echt dat de mensen gezegd hebben van we hebben een linkse stem nodig in het parlement. Je zou moeten weten, na mijn interventie in het parlement, hoeveel feedback ik van Vlaanderen krijg. Maar dat zijn gewoon honderden mails. Omdat ze dan niet meer gewoon waren om terug die linkse taal in het Frans of in het Nederlands, s'en fout, in het parlement te horen. En ik denk dat dat wel nodig is. En die mensen, die hebben niet gestemd voor de PvdA met te denken van de PvdA zit morgen in de regering. Dat weten ze. Nee, wij zitten morgen niet in de regering, dat weet iedereen zo. Maar in de oppositie, is er een nood aan 1 of 2 parlementsleden meer? Dan denk ik wel dat er meer en meer mensen in Vlaanderen zich aan het beseffen zijn van dat hebben we nodig. En dat hoop ik wel ook dat het geval gaat zijn in de jaren die nu gaan komen. Oké, we hebben een utopist aan het woord gehoord. Wat mij betreft was het boeiend, deze kennismaking. Meneer Heidebouw, bedankt voor uw komst hier naar het Kibbelkabinet. En ik wil ook Pascal Dossen, Linda de Win en Wouter Verschelde hartelijk danken. Bedankt. En Ivan de Vader. Nu moeten we nog zwijgen, zeker? Ja, dan moet je zwijgen.